Een paar weken geleden ging ik op bezoek bij Ipenne in Boksel. Daar staan ze bekend dat ze niet alleen kijken naar de medische achtergrond van iemand zijn wijs, maar vooral naar de mens. En ik sprak daar met dokter neuroloog Gerald Henksman, de oprichter van Ipendo en MS Zorg Nederland, en met Anna Velderhof. Samen ken je ze misschien wel van de podcastserie MS Talk van MS Zorg Nederland. Ik ging naar ze toe omdat ik een vraag had. Ik maak namelijk een heleboel informatieve video's, maar maak ik met die informatie mensen met MS niet onbedoeld ongerust? Daar hadden we het over in dit gesprek. Ook hadden we het over hoe belangrijk smeulende MS is. En Gerald die vertelt wanneer je contact op moet nemen met je zorgverlener. Al met al was het een heel openhartig en interessant gesprek voor iedereen die te maken heeft met MS. Luister maar. Welkom allemaal bij deze hele speciale aflevering van zowel MS in beeld als MS Talk. We doen dit keer een crossover. We zitten er ook heel anders bij dan jullie van ons gewend zijn. Normaal zit Bram Platel hier rechts van mij helemaal alleen zijn filmpje te maken. En wij zijn meestal met z'n tweeën of met iemand anders erbij. Nu zijn we met z'n drieën. We hebben de handen in één geslagen. Want Bram Platel hier rechts van mij, jij kwam met een verzoek bij ons eigenlijk. Kun je aangeven wat jouw verzoek was? Ja, ik had net mijn laatste filmpje gemaakt. Echt een paar dagen nadat ik het filmpje had gemaakt. Ik zag dat heel veel mensen naar keken. En toen dacht ik van, dat ging over smeulende MS en over eigenlijk onzichtbare symptomen. En toen dacht ik, ja, al die filmpjes die ik maak zijn om mensen te informeren. Maar maakt het mensen nou ook extra nerveus, al die extra informatie? En dan ga je afvragen van, heb ik daar ook last van? Of ga ik daar last van krijgen in de toekomst? En ja, hoe gaat dat dan? Dus wat ik wilde eigenlijk is een filmpje maken. Nou, ik vroeg dat aan jullie en Gerald ook. Van hoe ga je er nou mee om? Want je hebt allemaal informatie. Maar je wilt natuurlijk ook niet dat mensen zich extra zorgen maken. Want dat weet je misschien van jezelf ook. Als je zorgen maakt, heb je meer last van je MS. En dan ga je meer zorgen maken. Ga je alles voelen. Dus, en ik merk dat bij mezelf ook echt. Dat ik, ja, ik moet voor die filmpjes heel veel dingen voorbereiden. En dan lees ik de artikelen en dan lees je zoveel wat zou kunnen gebeuren. Ik heb echt wel periodes gehad dat ik dacht van, oeh, er kan zoveel met mij gebeuren. Dat ik daar nerveus van werd. En dat ik dacht van, ja, zie je nou wel, ik voel het. Ja. Het gaat gebeuren. Dus waar ik toen van schrok, die paar dagen daarna van, nou, oh, heel leuk filmpje, wordt zoveel bekeken. Maar maken mensen zich nou extra zorgen om al die informatie die ik naar buiten breng? Oké, duidelijk. En voor de mensen die jou misschien niet kennen. Hey, jij bent Bram Platel. Jij maakt filmpjes onder naam MS in beeld. Ja. Heel uitgebreid. Waar onze MS-talks vaak kort en krachtig zijn, gaan jouw filmpjes echt de diepte in. Je bent van oorsprong, als ik het goed heb, ook een wetenschapper. Ja. En je hebt MS. Ja. Ik moet er ook even bij zeggen natuurlijk. Nou, bedankt voor de uitnodiging en een hele legitieme vraag, denk ik. Voor de mensen die jouw filmpjes al kennen, maar onze wellicht niet, zit hier naast mij Gerald Henksman, neuroloog. Heel veel betrokken bij MS-patiënten. Neuroloog bij Ubendo. En ik ben Nanda Velderhof en ik heb zelf ook MS, dus ook ervaringsdeskundige. En wij maken samen de MS-talks. Dat is de reden dat we nu die crossover hebben gevonden met elkaar. Goed, jij hebt nu aangegeven van, daar kwam de vraag vandaan. Gerald, jij sloeg dan meteen op eigen. Je zei meteen, ja, ik wil jou helpen om hier een filmpje over te maken. Ja. Een podcast. Ja, het is ook een hele relevante vraag die je zelf stelt. Mm. Ja, dat is ook een hele lastige, omdat denk ik als het gaat over informatiebehoeften, verschilt het heel sterk van persoon tot persoon. Je hebt twee uitersten van in het spectrum van mensen die er niks over willen weten. Ja. Ik heb het wel, maar ik wil niet weten, ik wil er niks over horen. En je hebt mensen die echt 40 uur per dag mee bezig zijn met zoeken en en uiteindelijk is denk ik ook bij beide, ook al zijn ze zo verschillend in hun gedrag, is het idee hetzelfde. Je wilt ergens grip gaan krijgen, hou vast. Of door het gaan negeren, of door alles te gaan weten. Dus je hebt niet één manier hoe je het best kunt gaan doen. En ik denk het voordeel van hoe jij dingen aanpakt, in ieder geval zoals ik het vaker gezien heb en ook af en toe mogen meewerken, is dat je
ook heel sterk de nuancering zoekt. Mm-hmm. Ook heel sterk zoekt dat het klopt wat je zegt enzovoort. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je kunt met informatie natuurlijk ontzettend veel onrust gaan geven. Je kunt ontzettend veel verkeerde informatie gaan geven als je niet die diepgang gaat zoeken. Ik denk dat jij dat ook zeker doet, omdat je ook vaak bij andere professionals navraag doet van klopt er inhouden, hoe zou je er naar kijken, dat wel geborgd is. En ik denk in de basis dat heel veel mensen, maar misschien dat jij dat veel beter aan kunt geven dan, dat als mensen er geen behoefte aan hebben, er ook niet zo heel snel naar zullen gaan zoeken. Nee. Niet zo snel zullen naar gaan kijken, want ik wil er niet, dus dan... en dat geeft mij als behandelaar, geeft het mij wel een tool om mensen die wel informatie zoeken juist te gaan kanaliseren waar ik in ieder geval weet waar betrouwbare informatie te vinden is. Ja. Ja, want dat is wel een belangrijk, hè? Ja. Er is echt heel erg veel. Mm. Als je gaat zoeken naar MS of je googelt MS, dan krijg je echt, dan val je in een, zoals we noemen, rabbit hole. Dan kun je eindeloos... Ja. Kun je blijven zoeken. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, en ik maak natuurlijk ook veel filmpjes over van allemaal verschillende onderwerpen. En natuurlijk als een MS-patiënt hoef je ook niet van alles last te gaan krijgen. Maar ja, wat ik vaak hoor van mensen die net de diagnose hebben, zijn bijvoorbeeld heel bang om in de rolstoel terecht te komen. Nou, die kans daarop is best wel klein. Of als ik films maak over cognitie, dan kunnen mensen zich misschien gaan afvragen van, oh, ga ik cognitieve problemen krijgen? Is dat nou juist heel erg? Of, er zijn zo ontzettend veel verschillende dingen. En inderdaad, wat jij zegt, er is zoveel informatie te vinden. Als je 24/7 gaat zoeken, dan word je daar niet blij van, zeg maar. Dus... Ja, dat vond ik wel lastig. En wat ik ook lastig vond, dat laatste film van mij, dat gaat over... smeulende MS. Eigenlijk dingen die je op de MRI niet kunt zien. En het punt is eigenlijk van, nou, dit gaat dus over dingen die jouw dokter niet kan zien. Dus eerst zou je denken van, hey, de dokter kan mij geruststellen dat er niks aan de hand is. Maar blijkbaar, nou zegt Bram, van, er zijn dus dingen die de dokter niet kan zien. Dus misschien zegt Gerald wel tegen mij van, nou, alles is goed, maar dat klopt misschien helemaal niet. Ja. En maak ik me daar dan zorgen over? Of is er juist wel iets aan de hand en maakte ik me daar geen zorgen over, maar zou ik er juist wel iets mee moeten doen? Ja. Ik heb toevallig het laatste filmpje van jou heel veel gebruikt. Dat weet jij denk ik ook al wel. Omdat je kunt inderdaad zien dat als je heel kort ernaar kijkt van, ja, misschien creëer je onrust, want ja, die dokter zegt die MRI is goed, je hebt geen terugvallen gehad, dus gaan ze door. Maar degene wat je heel veel hoort van de andere kant is dat mensen zich gaan afvragen, maar waarom voel ik me dan niet zo? De MRI is stabiel, de dokter is tevreden, maar ik zelf eigenlijk niet. Dan ga je jezelf heel veel dingen afvragen, waardoor komt het dan? Dus vaak ook een stukje zelfverwijt, doe ik dan onvoldoende mijn best of andere dingen die er zijn. En vervolgens hoor je van waardoor het dan waarschijnlijk komt. En dat geeft in ieder geval in mijn ervaring, geeft dat mensen zoveel rust en opluchting. Mm. Dat ze eindelijk begrijpen waarom dat zo is. Het is lang niet zo dat iedereen met MS ook smeulende MS krijgt. Ja. Dus je kunt echt wel een situatie hebben dat het helemaal stilstaat. Maar het geeft zoveel meer verduidelijking. En dat is een van de redenen dat ik juist heel erg blij was met het filmpje wat jij maakte. Waar jij dus een paar dagen later wat onrustig van werd. Van, ga je niet te veel mensen nu schrik aan jagen. Omdat ik denk bij heel veel mensen met MS... er een stuk herkenning is. Ja, dat denk ik. En dat is ook wel echt de reden geweest dat ik dat filmpje toen heb gemaakt. Want ik dacht, er zijn zoveel mensen. En ik zie het ook terug op social media. Van, ik ben terug bij mijn neuroloog. Ja, en ik voelde me de laatste maanden slechter. Maar hij zegt, de MRI is helemaal schoon. Alles is goed. Ja. En ja, dus wat jij zegt. Die mensen die gaan dan het probleem bij zichzelf zoeken. Van, heb ik me dan niet genoeg ingezet? En, dat vind ik echt een probleem. Wat ik... in mijn filmpje dan zeg van, nou, stel iemand die heeft overprikkeling, vermoeidheid, cognitief probleem, dat wanneer je dan één van die dingen aanpakt, dat dat ook een positief effect heeft op die andere dingen. Ja. Dus stel bijvoorbeeld dat je heel vermoeid bent en je hebt cognitieve problemen en je slaapt niet goed door plasproblemen of zo, dat wordt opgelost, je slaapt ineens beter, dan worden die cognitieve problemen waarschijnlijk ook beter. En dus ik vind het wel heel belangrijk dat mensen doorhebben dat er zoiets aan de hand kan zijn, zodat ze makkelijker
ja, daar een oplossing voor kunnen vinden. Ja. Nou ja, en nou weet ik toevallig, Gerald, jij bent heel actief ook bezig om dat proberen wel in kaart te brengen. Mm-hmm. Hè, die speulende mensen. Er zijn natuurlijk wel manieren waarop je dat wel kunt objectiveren. Hè? Want mensen ervaren subjectief van, hé, ik ga achteruit. En dan weet ik toevallig dat jij bij Upendo heel veel werkt met een app die daarvoor is ontwikkeld. Kun je uitleggen hoe dat dan gaat? Wat dat voor toegevoegde waarde dan heeft op zo'n moment? Nou, ik denk dat wat jij al zegt, er zijn heel veel redenen waardoor je qua functioneren achteruit kunt gaan. En lang niet alles komt omdat die ziekte gelijk aan doorzet. He, dus niet iedere functionele achteruitgang is smullende MS. He, want je kunt inderdaad in die cascade zitten van slecht slapen, daarom minder energie, daarom minder aandacht en concentratie voor je cognitieve klachten erger gaan worden. Dan ga je vervolgens weer over twijfelen en over piekeren. En nou, dan heb je van alle soort cirkels die gaan draaien. Waardoor je qua functioneren voor je gevoel achteruit gaat. Dat is iets anders dan dat biologische ziekte doorzet. Wat wij in ieder geval proberen te doen, is in ieder geval inzicht te krijgen in dat soort cirkels die aan het draaien zijn. En vaak teken ik gewoon met mensen uit. Van dit beeld en dat heeft een effect daarop. En dan zie je in één keer alle patronen zie je lopen. Waarbij je ook wat houvast gaat krijgen van welke knoppen kun je nu gaan draaien om die cirkels weer een klein beetje terug te gaan draaien. En als je nou heel puur naar die ziekte zelf kijkt, van zijn daar manieren van hoe je dat smeulende verhaal toch iets meer kunt gaan vangen? Weten we dat er eigenlijk geen hele goede technieken zijn waarmee dat kan. De MRI laat het zien, er zijn allerlei biomarkers in het bloed en het liquor onderzocht. Laat ik allemaal dat onvoldoende zien. En uiteindelijk komt het altijd weer terug op onze meest gevoelige maat, dat is gewoon het functioneren van iemand zelf. Ja. En nu heb je in het functioneren heb je wel een aantal testen die je kunt doen. En dat is die app die wij gebruiken. En wij gebruiken MS Sherpa als app. Waarbij onder andere een korte looptest in zit. En er zit een cognitietest in. En die zijn op zich wel heel goed onderzocht. Dat als je die met enige regelmaat gewoon doet, dat die echt iets zeggen over progressie van ziekte. Dus wat wij vaak doen is die combinatie van die twee. Aan de ene kant toch het soort monitoring van hoe gaat het nu daadwerkelijk op die domeinen. En de kost van tijdsbelasting is dat relatief beperkt, want het is een 2 minuten wandeltest. En dat ding werkt met een GPS-tracker, dus je kunt het gewoon thuis doen. En die cognitietest duurt 90 seconden. Nou, als je dat 1 keer in de 2 weken doet, dan zie je vanzelf waar jouw lijnen zijn. In combinatie met het uitpluizen van zijn andere stoorzenders, waardoor het functioneel achteruit gaat. Dus dat merken wij gewoon, dat je op die manier doet, dan zie je ook dat het vaak mensen heel veel rust ook geeft. En zeker bijvoorbeeld dat cognitieve domein. Ik weet niet hoe jouw ervaring ook is, maar vaak merken mensen wel dat lopen anders gaat worden. Ja. Veel sneller door. En cognitie, dat is best wel lastig. Ja, want vergeet niet meer dingen, wat meer aan het doen bent enzovoort. En dat, wat ik merkte toen ik net een mes had, dat het kostte mij cognitief meer energie en meer moeite om mijn werk te blijven doen. En daar ging ik dan zoveel extra energie in stoppen, dan kwam ik echt doodmoe thuis. Ja. En dat geeft energie voor mijn vrouw, mijn kinderen. Stel dan dat mijn vrouw mee zou gaan naar de dokter en die zegt, ja, er zijn geen nieuwe plekjes bij, het ziet er allemaal heel goed uit. Dan denkt zij van, ja, wat zit je aan te zeuren? Geef mij eens meer energie. Ja. Ja, dus dat snappen vind ik wel heel belangrijk. Hè? Ja. Dus, het is ook de eerste keer dat ik hoor dat je dat zo uitlegt aan een patiënt. Ik denk dat als mij dat was uitgelegd, zou echt heel waardevol zijn geweest. Ja, en dan zie je eigenlijk bij iedereen, zie je al zelf in de beginfase van dat ze bijvoorbeeld net een diagnose stelt, zie je al allerlei cirkels, zie je al draaiende. Ja. He, want dat zal jullie ervaring over zijn. Er zit al vaak al zo'n voortraject in, voordat het uiteindelijk duidelijk wordt gaat over MS en alle dingen die erbij horen. Dus dat. En als ik dan even terugkijk naar het onderwerp, hè, de zorg die je maakt, alle informatie die je krijgt, hoe ga jij daar voor jezelf mee om? Nou, je bent uiteindelijk filmpjes gaan maken. Maar ik kan me voorstellen dat je daar ook wel eens iets tegenkomt inderdaad, waar je zegt, nou, daar maak ik me zorgen over. Hoe deal jij daarmee? Wat doe jij daarmee? Ja, ik heb echt, denk zo'n 2 jaar geleden, een moment gehad van, wil ik daar wel mee doorgaan met die films maken? Want dat maakt me wel nerveus en ik maak me daar zorgen over. En toen dacht ik bij mezelf van, wil ik dat wel? Nee, dit geeft me ook energie. Dit is echt wel iets wat ik wil doen. Ik hou ervan om dingen uit te leggen aan mensen. Dus nee, daar wil ik mee doorgaan. En ja, toen heb ik echt al gewoon met een professional, een psycholoog over gehad. Van nou, hoe geef ik dat nou een plaats? En heel duidelijk ook, natuurlijk ga je niet overal problemen krijgen. Maar dat zit dan toch blijkbaar op zo'n manier in je hoofd. En dat heeft wel echt heel veel geholpen. En nou heb ik daar echt geen last meer van. Maar daar heeft echt wel iemand mij bij moeten helpen om even afstand te nemen.
En dus dan kijken van, nou, ja, inderdaad, wat is het ergste waar je nou zorgen over maakt? Wat is de kans eigenlijk daarop? Ja, die is natuurlijk heel klein. Dus ja, als je dat soort wetenschappen, en ook als je op internet gaat zoeken, dan vind je altijd wel randvoorbeelden die je enorm nerveus maken. Maar ja, als je het realistisch bekijkt, is die kans daarop zo klein. En nou, het is mooi als je die informatie hebt en je kunt je erop voorbereiden. Dus stel nou dat ik heel veel cognitieve problemen heb. Ik heb net filmpjes gemaakt met Anne Kuls daarover. Dan weet ik wat ik daaraan kan doen. En dat geeft mij dan ook alweer ja, mogelijkheden van, nou, stel dat dat zou gebeuren, dan is er toch nog wel een weg waar je in kunt gaan om daarmee te gaan dealen. Ja. Ja. En, want hoe is dat voor jou? Jij maakt ook heel vaak filmpjes over onderwerpen die met MS samenhangen. Ja, nou, ik kwam natuurlijk uit de zorg. Dus toen ik eenmaal de diagnose kreeg, toen vroegen mensen ook vaak aan mij, ja, maar jij kent die ziekte, hè, al vanuit je werk. Vind je dat dan niet eng? En toen reageerde ik altijd van, nou, juist niet. Want ik ken alle facetten. Ik weet dat mensen heel snel achteruit kunnen gaan. Maar ik weet ook dat mensen nog heel lang heel goed kunnen blijven. En je weet niet welk van de twee je te wachten staat. Mm. Dus ik ga me niet zorgen maken voordat het zover is. En eigenlijk heb ik die instelling altijd wel een beetje behouden. Ik zie heel veel mensen met een beetje. Je ziet heel veel verschillende verhalen. En ik hou mezelf altijd voor. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en ik heb mijn verhaal. Ja. En hun verhaal is niet mijn verhaal. Nee. En ik probeer me daar eigenlijk wel een beetje voor af te schermen en niet te veel op mezelf te betrekken. Maar dingen weten is wel heel fijn. Hè? Dus wat Bram ook zegt, dat je weet dat er bepaalde dingen zijn, dat je weet hoe dingen in elkaar zitten. En ja, nou prijs ik me gelukkig dat ik natuurlijk in een hele veilige omgeving zit met collega's die heel veel verstand van zaken hebben. Maar ik denk dat een bepaalde kennis vind ik wel geruststellend. He, dus ik denk ook wat jij aangeeft op de filmpjes van Bram. Je weet dat je als je Brams filmpjes kijkt, dat daar kloppende, correcte informatie gegeven wordt. En op die manier kan dat inderdaad ook gewoon geruststellend zijn. Van zie, ik ben niet gek. Ik merk dat wat ik achteruit ga. Ja. Het is wel verklaarbaar. Dus ik denk inderdaad dat misschien, ik weet niet of het onterecht is, want ik weet niet of jij veel mensen treft in jouw spreekkamer die echt bang zijn voor de toekomst of angst hebben voor wat ze te wachten staat op basis van dingen die ze horen in hun omgeving? Nou, niet de baas van jouw filmpjes. Dat is meestal niet. Nee, maar natuurlijk wel gewoon op basis van een beeld wat geschetst wordt. Ja. En dat is natuurlijk het lastige. Je hebt zoveel informatiekanalen. Dat media aan de andere kant schetst ook een rampscenario. Ja, en ik noem al als voorbeeld, als mensen net een diagnose hebben, dan heeft bijna iedereen een schrikbeeld als het woord MS hoort, zien ze een jonge vrouw met een rolstoel. Ja. En want dat is het beeld wat in de collecteweek naar voren komt. Ja. Dan wordt het juist extra tussen haakjes zielig aangedikt. Vind ik niet leuk trouwens, vind ik niet prettig. Ja, dus, nee, dat is er niet. Ja, dus maar dat is wel het beeld wat ook op die manier via de media gewoon binnenkomt. Terwijl inderdaad mensen die al 20 jaar MS hebben en eigenlijk gewoon goed in zijn leven kunnen leiden. Ja, dat beeld, dat zie je niet. Dus mensen ook heel erg verrast vaak als ze horen hoe vaak MS voorkomt. En dat het waarschijnlijk best wel is als je op schoolplein staat om je kinderen op te halen, dat er 2, 3 andere ouders daar staan die het ook hebben. Ja. Maar je ziet er niks aan. Dus dat. En dat vond ik wel lastig. En jij vertelt, ik werkte in de zorg. Maar in de zorg zie je eigenlijk ook alleen maar de mensen die er wel veel last van hebben. Dus een heel groot deel heeft er zo weinig last van. Die vind je eigenlijk ook niet op internet, op die Facebookgroep of internet voor. Dus als je daar gaat kijken, dan heb je eigenlijk al een selectie van mensen die, nou, waarbij het zo erg is, dat in ieder geval zo is, dat zij dat willen delen en dat ze een probleem hebben. Terwijl een heel groot deel is, wat inderdaad prima een leven leidt. Ja. En heb je wel eens reacties gehad uit het zorgverlenersveld op jouw filmpjes? Nauwelijks. Alleen de MS-pleegkundige vereniging. Dus van de MS-pleegkundige hoor ik wel van, hey, het geeft toch wel meer inzicht. En fijn om die informatie te hebben. Van neurologen, nee. Nee. Jou wel. Ja. Maar nee, van de meeste. Nee. Nog nooit van eentje die ik niet kende. Nee. Want jullie hebben natuurlijk allebei ervaring met zeg maar de zorg. En dan, dat is toen een van de redenen waarom ik op een andere manier ben gaan werken. Je merkt natuurlijk dat in de standaardzorg dat er relatief weinig tijd is. Dus dat gaat om een hele complexe ziekte. Ja. In een hele lastige fase van je leven en die zo wisselend kan zijn. En waarin je ziet dat vaak
maar op een heel klein stukje ingezoomd wordt. Mm. Dan gaan we over die MRI-scan, het gaat over de medicatie en de labcontroles en dat was het dan weer. Ja. Waar eigenlijk dat het hele de ruimte om echt die ziekte te gaan begrijpen voor jezelf er niet is. Ik neem aan dat ook misschien een van de achterliggende reden is geweest voor jou om met die filmpjes te gaan starten. Om meer te informeren of... Ja, zeker. Dus ik ben zelf onderzoeker, dus ik was zelf inderdaad van, ik wil al die dingen uitzoeken. En dan had ik het idee van, nou weet ik er wel veel van. Maar ik zie ook tegelijkertijd dat heel veel mensen er inderdaad, wat je zegt, mee zitten van, die horen niks anders dan, heel kort 20 minuten een verhaaltje. Ja. En dat is het. Dus ik wil die kennis gaan overbrengen. En zo ben ik gestart en sindsdien leer ik ook steeds meer bij. Ja, hetgeen wat je dan kunt gaan krijgen, dat merk ik. Ik merk ook wel, wij zien natuurlijk mensen uit het hele land wat dat betreft met alle verschillende ervaringen in de zorg. Is dat doordat je patiënten meer gaat informeren, krijg je wat heet, met een prachtig Nederlands woord, patient empowerment. Mm, ja. Dus jij komt veel duidelijker en krachtiger staan van wat er bij jou speelt. Je hebt meer inzicht over die ziekte, waardoor het gesprek met een dokter anders gaat worden. Ja. En je merkt daarin dat de ene dokter kan heel goed mee overweg. En de ander die schiet volledig in de verdediging of wat dan ook. Dus het kan ook. Ja. En ik denk op zich is dat helemaal niet erg. Want dan leert je, dan onderbeheer gezegd, leert je dat je met een verkeerde persoon aan tafel zit. Denk ik dan. Maar, dat, ja. maar ik weet niet wat. Want jij spreekt over best veel mensen die MS hebben. En ook eigenlijk door het hele land ongeveer wel. Merk jij daar iets van? Nou, wat ik vooral merk is dat mensen steeds meer kiezen voor zichzelf. Dus die gaan echt kijken welke zorg past er bij mij. Dat zien we vanuit MS Zorg Nederland ook. Steeds meer mensen die laten zich niet verwijzen naar een specialist, maar zoeken zelf iemand waarvan ze zeggen, die heeft de stand van zaken. En dat is ook wat ik onze leden dan altijd leeg. Laat zien dat je werkt met MS-patiënten en dat je daar verstand van hebt. Want mensen gaan zelf op zoek. We gaan steeds meer de eigen regie pakken. En dan hebben we over MS-patiënten in het algemeen, de regie pakken van wat met ons gebeurt. Hè? Ja. Regie over je eigen woning. We hebben daar eerder uitzendingen over gemaakt. En ik denk dat dat best heel goed is. Want het gaat ook om jouw leven. Hè? Ja. Het is niet van, hey, je komt even 10 minuten in het leven van zo'n neuroloog terecht. Maar want het is wel, hij loopt weer naar buiten en doet het weer met je mee. Ja. Dat zie ik wel echt verschuiven. Ja. Ja, daarom dat ik de laatste tijd focus ik ook echt op klachten die lastig zijn, ook voor jezelf, om door te hebben van dat past bij MS. En dat je dus met een goede vraag al naar die neuroloog kunt gaan. Dus stel dat je cognitief probleem hebt, dat je eigenlijk niet zomaar laat afschrijven van je MRI is correct. Maar dat je bijvoorbeeld overwezen wordt naar een neuropsycholoog. Dat je er dus echt iets mee kunt doen. En dat is natuurlijk wat je zegt. En wat ik vond is dat je als een MS-patiënt vaak niet eens weet dat een klacht bij MS zou kunnen horen. Ja, en dat proberen wij bijvoorbeeld tijdens scholingen bij MS of Nederland ook heel erg duidelijk te maken aan bijvoorbeeld alle fysiotherapeuten, ergotherapeuten en iedereen die daar in de zaal zit, hoe belangrijk hun signaleringsfunctie is. Je ziet een neuroloog 1-2 keer per jaar, een MS-verpleegkundige nog, maar een fysiotherapeut, ik kom daar iedere week. Ja. En het is mijn fysiotherapeut. Op een gegeven moment zei als ik weer verschrikkelijk aan het hoesten was, dan moet je niet even laten kijken of je die longontsteking hebt. Of die gaan op een gegeven moment merken dat je je afspraken gaat vergeten. En op het moment dat die zorgverleners goed opgeleid zijn en weten op welke signalen ze moeten letten, kunnen zij dat ook weer bespreekbaar gaan maken met de patiënt. Hè? Want als jij zelf het patiënt op een gegeven moment niet weet, ik had zelf niet door dat ik cognitief achteruit ging. En zoals mijn man, die op een gegeven moment zei, je vergeet alles, je bent echt aan het veranderen. En dan maak je het bespreekbaar bij de neuroloog. Ik had het zelf niet eens in de gaten. Nee. Dus die functie van die paramedici of van die zorgverleners is daarin heel erg belangrijk. Ja. En hoe ga je dan als neuroloog? Heb jij bepaalde vragenlijsten of dingen die je aan patiënten juist wil vragen om erachter te komen of ze daar inderdaad last van hebben? Het volle wat wij hebben is dat we gewoon veel meer ruimte en tijd hebben. Ja. Dus waardoor je, als iemand hier voor het eerst keer komt, dan ben je zo'n uur onderweg. Ja. En dan heb je de start gehad. En dan volgt weer een volgesprek die daar weer voorbeduurt van een half uur. Dus je krijgt wel de ruimte om zeg maar, al die verschillende domeinen gewoon heel rustig af te tasten. Dus wat we niet doen is een soort checklistje afgaan. Nee. Vink. Nee. Want het gaat om waar word jij nu in geïnteresseerd in jouw leven wat voor jou van belang is. En als het gaat over MS, bij alle scholingen gaat het welke klachten kun je gaan krijgen bij MS. Zeg ik alles.
Het gaat om je centrale zenuwstelsel, je brein en je ruggenmerg enzovoort. Dus alles kan bij MS. Ja. En ik word ook altijd heel kriebelig als een collega zegt van ja, maar dat heb ik nog nooit gezien bij MS. Ja, dat je dan zelf het orakel bent die alles weet. Hè? Ja. Maar noem maar iets wat je helemaal niet met MS zou gaan linken, bijvoorbeeld jeuk. Ja. Ja, jeuk voel je met je brein, niet met je huid. Ik weet niet, maar dat is toch. Ja. Hè? Dat, dus dat kan, komt niet heel vaak voor, maar het kan wel. Ja. Dus ik denk dat het belangrijkste is vooral het weten vanuit, zeg maar, kennis en expertise op het gebied zelf, wat allemaal bij mensen wel betrokken kan zijn, wat vaker voorkomt. Soms heb je ook inkoppertjes. Ja. Dus op het moment dat je ziet dat iemand een loopprobleem heeft of uit het ruggenmerg komt, dan weet je dat die blaas gestoord is. Mm. Dan weet je dat die darm gestoord is. Dan weet je dat hij over seksualiteit moet gaan hebben. Daarnaast denk ik vooral van belang dat je heel rustig de tijd hebt om gewoon met iemand in gesprek te zijn. Kijk, als ik met jou in gesprek ben en ik weet wat jouw achtergrond is, je bent wetenschapper enzovoort en je werkt en dan gaat het al vrij snel over cognitie en over dat soort dingen. En op het moment dat je dan daar verstand van hebt, dan weet je dat het gevaar is, als het werk nu wel goed gaat, dat een sociale activiteit inderdaad minder gaan worden. Dus ik denk wat het vraagt eigenlijk is een behandelaar die kennis en kunde heeft op het hele domein. En die MRI-scan is het meest makkelijk en die pillen zijn het meest makkelijk. En daarnaast ook de rust heeft om jou als individu te leren kennen. Heel goed luisteren. En dat is het. En verder ook realiseren dat er geen één weg naar Rome is. Er is niet één weg die goed is. Maar als dat MS laatst niet vangen in een simpel flowchartje of in een algoritme, dan was het simpel. Maar dan ging het niet over patient empowerment, self-management. Nee, dan moest je gewoon een flowchart volgen van, dat is het niet. En dan maakt het des te belangrijker dat je dat echt samen met de persoon zelf en met zijn directe omgeving doet. En daarmee is het dus van cruciaal belang dat de patiënt heel goed geïnformeerd is. Ja. Het lijkt mij zo moeilijk. Het voorbeeld wat ik net noemde, je hebt cognitieve problemen, daar heb je het meeste last van. Maar er komt vermoeidheid, daar heb je ook een beetje last van. En wellicht komt dat door die urineproblemen. Je moet elke keer opstaan in de nacht. Ja. Maar goed, je denkt van, daar komt misschien nog te veel thee drinken. Dus dat noem ik niet eens aan mijn deur. Dat lijkt mij zo moeilijk voor jou als ik bij jou kom en ik zeg ik heb cognitieve problemen. Om dan te achterhalen dat het eigenlijk komt van die blaasproblemen. Ja, ja, maar op zich als je dat vaker doet, dan zie je die van tevoren weet je al welke domeinen je een beetje moet gaan aftasten. Ja, als het gaat over cognitie, weet je natuurlijk dat natuurlijk energie een belangrijk onderdeel is. Ja, als je ook weet dat slaapproblemen veel vaker voorkomen bij mensen met MS dan bij mensen zonder MS, dan is dat een domein waar je al vrij snel naartoe gaat. Waarbij het ook een keer zo is dat als het bijvoorbeeld gaat over de slaap, dat heel veel slaapproblemen niet herkend worden bij MS, omdat de hoofdslag van slaapklachten is vermoeidheid. Ja, dat heb je al, want je hebt MS. Ja. En zelden dat we weten dat bijvoorbeeld stemmingstoornissen heel vaak niet gediagnosticeerd worden bij MS. Mm. He, omdat iedereen zegt van ja, dan snap ik dat je een beetje. Terwijl 50% van de mensen met MS krijgt vroeg of laat echt gewoon een depressie. Ja. He, en wordt vaak niet onderkend en niet behandeld. Dus dat. En nou merk ik vaak, zeker als mensen nog niet zo heel lang de diagnose hebben, dat er ongelooflijk veel onzekerheid is. Inderdaad, dat je zegt, ik voel iets, hoort het nou bij MS of niet? Mm. Moet ik nou gaan bellen of niet? Wat kunnen we aan dat voor advies geven aan mensen die nu zitten daar en denken, ja, mijn jeuk, daar heb ik meteen heb ik gisteren ook een jeuk gehad. Moet ik bellen? Ja. Want die onzekerheid is echt bij mensen heel erg groot. Ja. Wanneer moet je nou gaan bellen? Wanneer is het nou het moment dat je zegt, nu is het moment. Ja, dat geen wijze aangeven op het moment dat je denkt aan die telefoon, dan moet je bellen. Mm. Want je zoekt feedback. Eigenlijk heel simpel. Kijk, het lastige is, en dat weet je, doe veel beter dan ik, is dat bij ziekte als MS voel je de hele dag voel je dingen. Mm. Ja. Eigenlijk enkele dag hetzelfde. En op het moment dat je dan in het begin met de ziekte geconfronteerd wordt, naar succes, wanneer is nu, wat is nu iets en wat is nu niks? En de enige manier hoe je dat kunt gaan, een gevoel voor kunt gaan krijgen, is als je ons de kans geeft om je spiegel voor te houden. Mm-hmm. En in het begin is het 9 van 10 keer is een geruststelling. Maar dat is de enige manier hoe je uiteindelijk een gevoel krijgt van waar moet je wel iets mee, waar moet je uiteindelijk lange termijn niks mee. Mm-hmm.
Want denk je dat mensen vaak te lang wachten? Dat ze dan denken van ja, niet weer bellen. Dat merk ik bij mezelf. Dat wisselt. Hè? Je hebt aan de ene kant heb je mensen die bij alles wat ze voelen meteen in de stress schieten. Nou, er zit dan iets anders achter. En dan is het vaak handig om te zeggen van nou, kom gewoon een keer langs en dan ga je er gewoon de diepte in. Want dan gaat het vooral over dat je onzekerheid aanraakt. Mm-hmm. Wat weer allerlei andere, ja, toch vaak een hele psychologische geschiedenis heeft omdat het zo sterk in één keer naar voren komt. Maar wat je ook heel vaak merkt is dat mensen inderdaad gewoon te laat bellen. En, of niet durven te bellen, of heel erg hebben lopen twijfelen of ze wel moesten gaan doen. Die last willen zijn, is van 12 mijl erg genoeg. Ze hebben natuurlijk heel veel redenen om het maar niet te hoeven doen. Hmm. En ja, wat je onderbiedigst ook wel best wel vaak merkt, en, is dat mensen toch wel best wel waak te neigen om zelf maar een beetje weg te cijferen. Ja, kan ik wel zijn. Het wel, ja, net hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over medicatie van ja, maar is het bij mij wel zo erg dat ik dat soort dingen nu moet gaan doen? Ja. Ik weet wat het kost, is dat wel waar? Nee, hallo, het gaat over een aandoening van jouw ruggenmerg en je brein. Ik bedoel, hoe waardevol is dat? Dus dat, maar ja, mijn advies is altijd als je aan die telefoon denkt, op dat moment zoek jij gewoon feedback en vraag het dan niet bij de buurvrouw. Of online. He, maar geef ons de kans om je professioneel de spiegel voor te houden. En in de beginfase is dat misschien heel vaak. En gaandeweg tijd, dan leer je het wel. En het is tegelijk vaak een beetje met het meedijnen met de zee. Zoals ik zei, het lastig is, het is geen enkele dag hetzelfde. Dingen wisselen voortdurend. Eén moment zijn die wisselingen heel groot. Andere mensen zijn die wisselingen heel klein. Ja. Maar uiteindelijk de zeespiegel blijft wel hetzelfde. Dus die ziekte, die wordt niet erger. Maar je... En soms heb je heel rustig vaarwater. Nou, dan gaat het allemaal zijn gang. En andere momenten dan hobbelt het heel sterk. En hoe moet je daar nu een beetje zeemansbenen in gaan vinden? Ja. Dat is een middel van oefening en terugkoppeling. Ja. En om even terug te komen op informatie en heel veel te vinden. Even proberen de cirkel een beetje rond te maken. Want er is heel veel te vinden. Nu zijn we erover eens dat filmpjes van Bram uiterst betrouwbaar en goed onderbouwd zijn. Mm-hmm. Ik denk dat we dat van onze MS-talks ook kunnen zeggen. Mm. Zijn er meer platformen waarvan we zeggen, nou, als je nou echt op zoek bent naar informatie, echt betrouwbare, onafhankelijke informatie, dan moet je hier zijn? Dat is best wel lastig, want ik ken al die platformen niet. Nee. Jij kent ze misschien meer? Of, Nee, als ik naar mezelf kijk, van wat voor informatie kijk ik nou naar? Ik lees heel vaak de blogs van professor Giovannoni uit Engeland. Die vind ik heel, heel nuttig. En ik hou er altijd wel van als het is en betrouwbaar en op de, nou ja, zeg maar modern. Dus hij volgt dan nieuwe ontwikkelingen. Ja. En dat vind ik heel interessant van, hey, wat komt er aan? Waarom denken we dat het wel gaat werken of niet gaat werken juist? Vind ik heel interessant. En ik vind de YouTube-filmpjes van Aaron Boss uit Amerika heel nuttig en heel interessant. En we zullen zorgen over dat even wat linkjes misschien in de show notes. Ja, dus er zijn wel bronnen, maar er zijn ook, nou, dat is ook de reden dat ik die filmpjes ben gestart van mij. Er zijn ook wel heel veel bronnen waar echt heel erg beknopte informatie staat. Veel te kort eigenlijk. Dus als je als patiënt bijvoorbeeld naar een website als ms.nl is heel nuttig, maar het is wel heel erg beknopt. Dus als je meer wilt weten, dan zul je toch ergens anders weer terecht moeten. En heel veel tekst. Ja. Vind ik, ja, dat is zo. Ja. Dus voor die filmpjes, voor mij, nee, ik zei net ook al tegen jou, ik ben er soms al 3 maanden mee bezig om ze voor te bereiden. En ik lees enorm veel. En dan moet ik daar in mijn hoofd een compact verhaal, een begrijpbaar verhaal. Nou, zo compact zijn ze al niet meer. Dus dat is best wel lastig. En ik kan me voorstellen, dat is ook echt de reden dat ik ermee gestart ben. Het is gewoon zo overweldigend om goede informatie te vinden. Ja. Dat is echt wel heel lastig. Nou ja, en een beetje wij van WC en promoten WC, het krijgen we nu. Maar Nederland op zijn website hebben we over hele duidelijke, korte informatievideo's voor alle medicatie bijvoorbeeld. Hè, voor alle disciplines. Ja. En dat zijn echt informatie waarvoor wij instaan, die correct is, die kloppend is. Dus ik denk dat als mensen met jouw filmpjes en op de website van MSZorg Nederland.nl is al echt wel best wel een heel eind komen. Ja, dat denk ik ook. En ik denk als je de diepte in wilt gaan, is denk ik inderdaad die van Giovannoni is een hele goede. MSLV en zo. Ja.
is informatief en goed, echt correct, sterk. En hij durft ook buiten de standaard lijntjes te gaan. Want je hebt in de praktijk, ook als patiënt zit je altijd met vragen die niet in ergens zwart-wit staan. Ja. En dan kun je heel makkelijk gaan verschuilen achter, er is geen onderzoek naar gedaan, maar dat is leuk en aardig, maar je moet wel verder. En ja, met die jij noemde, is dat wel zo. Ze durfden echt wel gefundeerd een bepaalde mening met de kennis van dat moment gewoon te gaan geven van hoe zouden zij er tegenaan kijken. Dat helpt je wel verder. Maar ik denk een site als ms.nl, ja, het is inderdaad allemaal tekst. Het is heel kort en het is wel heel conservatief. Men gaat wel heel erg uit van oude dingen van 30 jaar terug. Van mijn advies zou zijn, is eigenlijk gewoon vraag je behandelaar gewoon van wat zijn goede. Ik zit met onderwerpen als arbeid en MS. Waar kan ik terecht? En op het moment dat je bij een platform terechtkomt, kijk ook of daar denk ik toch echt gewoon zorgprofessionals bij betrokken zijn. En als het niet zo is, ja, dan wordt het een beetje een losgeslagen schip, kan het wel zijn. Ja. Het is ook prima als je een platform hebt waar mensen ervaring met elkaar uitwisselen, gewoon op ervaringsdeskundig niveau, dat is iets anders. Ja. Maar er zijn ook hele mooie platformen voor. Zeker, ja. Zoals platform MS. Platform MS en dat soort plekken. Ja. Maar op het moment dat daar echt, ja, als het echt gaat om inhoudelijke informatie, je zoekt wel op de plekken waar denk ik ook wel professionals bij betrokken zijn. En jij hebt natuurlijk met jouw stichting, daar zitten gewoon artsen bij betrokken. Ja. Dus dat is wel gewaarborgd. Ja. Bram, is dit wat je graag wilde? Een vraag? Of de vraag die jij aan ons stelde van ik wil een filmpje maken om te kijken hoe we omgaan met die ongerustheid die je misschien als zaadje plant in mensen's hoofd. Is dat nu beantwoord? Ja, ik denk, zeker nu na het gesprek, ik denk dat we eruit zijn dat het echt heel veel meer geeft aan de mensen om meer informatie te hebben, meer van hun ziekte te snappen, meer te snappen hoe dingen met elkaar verbonden zijn en eventueel dat te bespreken met een neuroloog. Dat veel waardevoller is dan de eventuele zorgen. Het zou stom zijn als ik dan ga stoppen omdat ik mensen niet zenuwachtig zou willen maken, bijvoorbeeld. En ik denk dat we misschien moeten benadrukken als mensen dat wel voelen of wel die onzekerheid, dat ze dat zeker met een behandelaar bespreken. Het is echt niet raar. Ja. Nee. Of ik ben raar. En ons voor ogen houden dat zoveel mensen, zoveel gezichten. Hè? Ja. Voor iedereen is het gewoon weer anders. Ja. De MS van de een is niet de MS van de ander. Ja. En soms, ook dat klinkt misschien gek, soms is juist die onrust die je veroorzaakt, is ook degene wat je moet veroorzaken. Ja. Ja, iemand die een verhaal had over cognitie enzovoort en ik merk van maar verdorie, dat is eigenlijk voor mij van toepassing, die mag ook even gaan schrikken. Want soms is juist de angst voor maar verdorie, dat speelt eigenlijk bij mij ook en mijn sociaal leven is inderdaad tot nul gereduceerd, wat jij ook gaf. Omdat ook dat kan de trigger zijn om uiteindelijk die hulp en begeleiding te gaan zoeken, waardoor je weer meer houvast gaat krijgen. Ja. Dus soms is ook het opwekken van een stukje angst is ook terecht. Ja. Want dat zet mensen ook in beweging tot uiteindelijk weer houvast gaan vinden. Ja, dat is mooi. Ja. Mooie afsluiting, denk ik. Heren, dank jullie wel voor voor dit leuke, informatieve gesprek. Ik wil onze kijkers en luisteraars wederom bedanken. Zowel die van MS in Beeld als MS Talk. We willen graag weten of jullie dit leuk vonden. Want wie weet gaan we dit wel vaker doen, zo'n crossover bij elkaar. We zorgen dat er in de comments in ieder geval genoemd wordt de blogs die jij noemde, Bram. En dat we eventjes linkjes delen naar elkaar toe. En nogmaals heel hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Hartstikke bedankt. Bye.